Goedenavond, dames en heren. Ik open de vergadering en dat heb ik hiermee gedaan. Dit wordt een hele korte vergadering, want deze raadsvergadering heeft maar één agendapunt. Tenminste, als u akkoord gaat met de agenda. Gaat u akkoord met de agenda? Dan is het echte agendapunt alleen maar de benoeming van de heer Massier. Heb ik afwezigen? Oh ja, neem me niet kwalijk. Afwezigen de heer Hoft, mevrouw Kappert en de heer Schuurman. Allen gemeentebelangen en de heer Nijburg van de ChristenUnie. En dan ga ik over naar het agendapunt toelaten tot de raad. Meneer Massier, welkom. De benoeming is een feit, zeg ik dan altijd, want daar gaat de raad niet over. Maar de toelating, ja, daar gaat de raad dan wel weer over. En dat gebeurt nu. Hoger geplaatste kandidaten op de lijst hebben bedankt. Het is goed dat ik dat even formeel vaststel. En ik moet ook de raad formeel vragen om een commissie in te stellen voor het onderzoek naar de geloofsbrieven. Vindt u dat goed? Dat vindt u goed. We hebben voorwerk gedaan. De commissie bestaat wat ons betreft uit de heren Ellebroek, Raamaker en mevrouw Schiphorst. Is dat akkoord? Dan is dat ook akkoord. Nou, dat vermoeden hadden we al, dus we hebben de commissie, voordat ze benoemd was, alvast aan het werk gezet. En ik geef graag het woord aan de voorzitter van de commissie onderzoek geloofsbrieven, en dat is de heer Ellebroek. Ja, dank u voorzitter. De commissie uit de raad van de gemeente Dalfsen, in wier handen werden gesteld de geloofsbrieven en verdere bij de kieswet gevorderde stukken, ingezonden door Wim Massier, geboren op 21 juli 1958. Benoemd tot lid van de Raad van de Gemeente Dalfsen, rapporteert de Raad van de Gemeente Dalfsen dat zij bovengenoemde bescheiden heeft onderzocht en in orde bevonden. Gebleken is dat de benoemde aan alle in de gemeentewet gestelde eisen voldoet. De commissie adviseert tot zijn toelating als lid van de Raad van de Gemeente Dalfsen. Dalfsen, 15 mei 2017, de commissie vernoemt Janine Schiphorst Kijkindevecht, Jos Raamaker en Hans Ellebroek. Meneer Ellebroek, dank u wel. En dan zou ik de heer Massier willen uitnodigen om naar het spreekgestoelte te komen. En dan kom ik naar u toe. En dan voor de edeaflegging. Meneer Massier. Ik zweer dat ik om tot lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks nog middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer dat ik om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks nog middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. En ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de raad, naar eer en geweten zal vervullen. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Meneer Massier, dank u wel. Van harte welkom in ons midden, in dit illustere gezelschap. U heeft daar 5 prachtige vrouwen op één rij zitten. Maar voordat u daar naartoe gaat, naar die 5 prachtige vrouwen, zou ik u willen vragen om op uw plek te gaan zitten. Dan ontvangen we u in de raad en dan mag u ook de presentielijst tekenen. En dan bent u formeel deel geweest van deze raadsvergadering bij uw eigen benoemen. Mag ik u uitnodigen om op die plek te gaan zitten daar? Dank u wel. Alsjeblieft. Meneer Massier, van harte welkom. U gaat te zijner tijd ongetwijfeld leren hoe het allemaal werkt, met knopjes drukken en allemaal dat soort dingen. En u maakt deel uit van een hele stabiele fractie die buitengewoon ervaren is en die ongetwijfeld alle kneepjes van het vak kunnen leren. Ik hoop dat u zich uiterst gemakkelijk voelt in ons midden. U bent van harte welkom. En ik sluit om u in de gelegenheid te stellen om gefeliciteerd te worden. Ik sluit de vergadering en ik vermoed dat de commissievoorzitter hem om 10:50 heropent. Ik wil het echt strak in het schema houden als u het goed vindt. Dus ik sluit de vergadering voor 12 minuten.